Deze minister-voorzitter spreekt niet graag over de onderwerpen integratie en maatschappelijke samenhang. En dat is logisch, want spreken over maatschappelijke samenhang, dat betekent de steeds slechter wordende maatschappelijke samenhang. Sterker nog, Nederland is een totaal gesegregeerd land. Ondanks de miljarden die zijn geïnvesteerd in de afgelopen 40 jaar in integratieprojecten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de toenemende invloed, voorzitter, van de islam. Maar ook met Nederlandse zelfhaat bij een bepaald deel van de bevolking. En ook, vooral bij de elites, de drang en dwang naar diversiteit. En dat is omdat de Nederlandse cultuur voor links en politiek correct Nederland iets minderwaardigs is. Iets waarvan zij vinden dat Nederland er eigenlijk vanaf moet. Anders is in hun ogen altijd beter. Volgens hen is de Nederlandse cultuur het probleem. En daarom kom ik terug, voorzitter, op een overleg van vorige week maandag hier in de Tweede Kamer. Met de gordijnen dicht was dat over integratie en maatschappelijke samenhang, buiten de schijnwerpers. En zo'n overleg dat ging als volgt. Wij bespreken als PVV de islamisering en stelt de problemen aan de orde waar onze mensen mee kampen dankzij de islamisering en de massa-immigratie. Dan komen de andere partijen, het waren 6 andere partijen, een aantal andere heb ik gemist, en die komen ook allemaal op voor mensen. Heel nobel. Maar nemen zij het op, is dan de vraag, voor Nederlanders in de verdrukking, waar ook mijn collega De Jong over sprak. Nee, voorzitter, daar komen ze niet voor op. Ze spannen zich in voor mensen in de asielopvang. Of voor mensen uit Moldavië die hier op de Bonnefoy met een bus komen en weten dat ze hier gratis geld zullen krijgen. En die zijn nog geëindigd in de procedure ook. Of ze komen op voor mensen die moeten inburgeren, oftewel immigranten, asielzoekers. Of welk eender soort land, soort van immigratie dan ook. Ze maken zich druk voor mensen over de hele wereld. En dat zijn mensen die over het algemeen bewust naar Nederland zijn gekomen omdat het hier voor hen lui-lekkerland is. De genoemde politieke partijen, laat ik maar zeggen, niet de genoemde, maar degene die er vorige week waren, vooral het midden en ook links, die huilen om het hardst en wedijveren in de beschrijving van het vreselijke leed dat die immigranten en asielzoekers hier wordt aangedaan. En dat leed, dat heet gratis zorg, gratis opvang, gratis onderwijs, begeleiding naar werk, taallessen, voorrang op sociale huurwoningen. Wat een leed. Maar niemand, voorzitter, heb ik buiten de PVV vorige week gehoord in dat overleg over integratie en maatschappelijke samenhang. Niemand heb ik gehoord, geen enkele andere partij, die het opneemt voor mensen die het slachtoffer zijn van de massa-immigratie en de islamisering. Niemand neemt het op voor de slachtoffers van ondertussen ook de Afrikanisering van Nederland. De gewone Nederlanders die zonder te verhuizen ineens in het Midden-Oosten of Afrika bleken te wonen. Zij betalen de asielopvang, zij betalen de zorg, zij betalen het onderwijs en de begeleidende werk van al die immigranten. En ze betalen de vele uitkeringen die door hen worden opgestreken. Naast de uitkeringen van vele andere niet-westerse allochtonen, tientallen jaren lang. En als wij dan vragen, met zo'n lange lijst aan vragen, aan de minister en de staatssecretaris om de kosten van de massa-immigratie te berekenen, dan krijgen we wel wat antwoorden. Het is bijna allemaal ontwijkend, maar mensen mogen niet langs de meetlat van de euro worden gelegd. Dat is zo'n beetje de teneur. Dat mag op alle andere gebieden wel in Nederland, waar het gaat om zorg of wat dan ook. Je zou maar een oudere zijn. Het kabinet weet precies wat een oudere kost. Maar wat een immigrant kost, dat mogen we niet weten. Wanneer gaat het kabinet voor die mensen opkomen waar ik het over heb? Zo vraag ik de minister en de staatssecretaris. Wanneer hoor ik de minister zich opwinden over bijvoorbeeld het groepsgeweld in Gorinchem? Want voorzitter, Nederlanders in de verdrukking, onze mensen, die betalen niet alleen financieel het gelag. Ze betalen ook door middel van minder veiligheid op straat. Het slachtoffer in Gorinchem kreeg geen aandacht van slachtofferhulp. Geen aandacht van de burgemeester. Geen aandacht van de premier of van de koningin en al helemaal niet van de minister. En de schooldirecteur zei, blijf maar thuis, want ik kan je veiligheid niet garanderen. En toen kwam er landelijke ophef, gelukkig, via de social media en ook enkele kranten die het op hun website plaatsten. En daarom zijn er uiteindelijk 3 daders opgepakt. 3 van die hele groep. Ze zijn allemaal verantwoordelijk, maar slechts 3 werden er opgepakt, voorzitter. En dat zijn daders van onversneden racistisch geweld. Zij zijn de racisten in Nederland. Maar heel links en politiek correct Nederland zien de mensen die het slachtoffer zijn van islamisering, Afrikanisering, geweldsexplosies en het afpakken van hun cultuur als racisten. Omdat die mensen misschien niets moeten hebben van de islam, graag Zwarte Piet willen behouden of vraagtekens zetten bij de massa-immigratie. Nee, voorzitter, de daders van het geweld zijn racisten. Net als iedereen die het over jongerengeweld heeft zonder een signalement te noemen. En de overheid kan niet zomaar een eind maken aan racisme, hoe vreselijk racisme ook is. Maar het kabinet kan wel keihard optreden tegen racistisch geweld.
Maar in de omgekeerde wereld van de zwakke bestuurders van dit land, het kabinet voorop, zijn de gewone mensen racisten. Daar wordt tegen opgetreden en het racistische geweld blijft onbestraft. En dat is Nederland anno bijna 2020. De burgemeester van Gorinchem die deed alsof het geweld, het groepsgeweld, uit de lucht kwam vallen. Maar er ligt een vuistdik dossier. Kijk even terug naar de krant en dan zie je al in 1997 was 40% van de Marokkaanse jongeren bekend in Gorinchem bij de politie. In 2009 was 10% verdachte van een ernstig misdrijf in Gorinchem. We hebben café Bagges daar gehad. Zijn die twee meiden voor niks gestorven? Die burgemeester, wat doet hij daar, voorzitter? Graag een antwoord ook van de minister. Er ligt een vuistdik dossier met diversiteitsgeweld van de afgelopen jaren. En, zoals het Reformatorisch Dagblad in een laatste zinnetje fijntjes opmerkte, en ik quote, voor zover bekend zijn geen leerlingen van de Reformatorische Gomares scholengemeenschap in Gorinchem betrokken bij de incidenten. Einde quote. Ik roep het kabinet op om keiharde maatregelen te nemen, want Gorinchem staat niet op zichzelf. We hebben in Nederland eerder te maken gehad met groepsgeweld. Geweld gepleegd door groepen dat zeer snel en explosief georganiseerd plaatsvindt. Dat kan natuurlijk tegenwoordig met de mooie telefoons die iedereen heeft. Rotterdam kreeg er jaren geleden al mee te maken. Er werden meerdere winkels geplunderd en ook in Amsterdam hebben we er mee te maken gehad. En de diverse uitbarstingen van het groepsgeweld tegen autochtone jongeren staan nog vers in het geheugen. En daarom zeg ik, voorzitter, ik roep de minister op om samen met zijn collega van JNV, want integratie, samenhang en justitie loopt natuurlijk volledig door elkaar heen, een aantal zaken te regelen. Allereerst keihard optreden tegen dit geweld en de daders desnoods met de hele familie het land uitzetten. En zet desnoods het leger in als de politie het niet aan kan. Groepsaansprakelijkheid toepassen tegen de hele groep die deelneemt aan dit soort groepsgeweld en ook degene die niet keken, die keken maar niet ingrepen. Vandaag nog gebiedsverboden inzetten, langdurig en desnoods dus voor heel Nederland een gebiedsverbod. Actie, minister, voorzitter, en wel meteen. Actie en wel meteen. Vandaag nog aan de bak. Met technische hulpmiddelen kan groepsgeweld en plunderingen kunnen voorkomen worden. Dat kan al door real-time metadata in Netjes Nederland te checken en te analyseren en snel in te grijpen van social media. Stoppen met de massale immigratie uit islamitische landen en met alle asiel. En ten aanzien van het geweld dat heeft plaatsgevonden wil ik morgen volledige openheid van de minister over de samenstelling, de motieven, de structuren en de achtergrond van de groepen plunderaars en groepsgeweldplegers. We hebben in Birmingham gezien, voorzitter, als je niet ingrijpt waar het toe leidt. Je zal maar met je kind daar naar de bioscoop, dat is even buiten Nederland, maar wel ons voorland als we niks doen. Daar liepen moeders de bioscoop in om naar een leuke film te kijken en kregen te maken met twee bendes tegenover elkaar met machetes, voorzitter. Dat is het resultaat van gedwongen diversiteit. Wat zei de politie? Die pakte een paar van die gasten op in Birmingham en die zeiden, nou ja, we laten ze na 2 uur weer gaan, want een goed gesprek met de ouders wil vaak wel helpen. En dat is precies wat er in Nederland gebeurt. Die redenatie verschilt in niets in de redenatie van het kabinet. En dat is bloedgevaarlijk. Welke gek heeft ooit verzonnen, voorzitter, dat je miljoenen mensen uit islamitische landen en Afrika kunt halen zonder dat de aanblik, de cultuur en de manier van samenleven op dit continent ten negatieve verandert. Afrika gaat van 1,1 naar 4 miljard inwoners deze eeuw. En 1/3, zegt de VN, gaat op drift en het grootste gedeelte daarvan wil naar Europa. Minister, zeg ik via de voorzitter, ga onze mensen nou eens een keer beschermen in Nederland in plaats van ze aan te vallen met die open grenzen. Want naast het geweld waarmee de diversiteit wordt gevierd, tussen aanhalingstekens, groeit de islamitische olifant in de samenleving ook gestaag door. De politie is drukker met het organiseren van ramadanmaaltijden dan met het vangen van boeven. De minister durft samen met zijn onderwijscollega Slop het Haga Lyceum, die islamitische school, amper te sluiten. Het is een broeinest voor salafisten. We hebben net weer een zomer vol zwembadterreur achter de rug. En de signalementen werden verzwegen. Nou, dan weten we het wel. Nederland zucht onder de asielcriminaliteit die in Amsterdam zelfs actief verzwegen werd door de bestuurders. Hele schoolklassen worden aan de Hollandse haren naar de moskee gesleurd om te leren knielen onder leiding van een imam die weet dat de islam daarmee gewonnen heeft, voorzitter. In Amsterdam, maar ook in andere steden, klinkt steeds vaker op vrijdag het afgrijzelijke versterkte gejank van de islamitische gebedsoproep. En politiek correct en links-Nederland schijnt het prachtig te vinden. Maar het toestaan, voorzitter, van deze vorm van islamitische gebedsoproepen in onze straten, van iedere gebedsoproep vanuit de islam, dat is juichen voor de ondergang van onze waarden, onze normen en onze cultuur. Het is applaudisseren zelfs voor jodenhaat, voor LHBT-haat, voor de onderdrukking van vrouwen. En zoveel mensen, voorzitter, in Nederland krijgen pas zo laat door wat vrijheid betekent. Sterker nog, ze krijgen het pas door als die op is.
En de islam die maakt zich geen zorgen om het klimaat, zeg ik tegen veel mensen. De islam is niet en wordt nooit veganistisch. Niet inclusief en niet divers. En het enige gender issue dat de islam heeft, bestaat uit het achterstellen van vrouwen. Zij zijn maar de helft waard van de man. Zo staat in de sharia. En ik verwacht ook hier een reactie op van de minister. Voorzitter, nog een ander probleem. Het ondergrondse bankensysteem Hawala, waar veel mensen in Nederland gebruik van schijnen te maken. Het is heel moeilijk te doorgronden. En in Duitsland is pas een heel systeem opgerold van Hawala-bankieren. Komt ook uit het oosten. Er is heel moeilijk zicht op te krijgen, maar ik wil wel dat de minister samen met zijn collega van Financiën en dan van Justitie daar veel meer actie op onderneemt. Helemaal in het kader van de bestrijding van de financiering van moskeeën door het buitenland. En daarmee pak je misschien ook wel het ondergrondse islamitische bankieren aan. En de moskeefinanciering, voorzitter. Nogmaals, actie, 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 zeg ik tegen de minister. En dan nader ik een afronding. De islam en de islamitische invasie heeft van Nederland, voorzitter, een staat in verval gemaakt. Salafisme is voor bestuurders, voor zwakke bestuurders, een bliksemafleider voor alle problemen met de islam. Noem het salafisme en er is geen probleem meer. Of het is verkleind, verengd. Maar het is de moderne bestuurlijke oogklep. Niet alleen salafistische moskeeën zijn het probleem, voorzitter, maar alle moskeeën zijn het probleem. Sluit deze paleizen van haat, zo roep ik de minister op. En deze keer graag wel antwoord en niet het zwijgen zoals vorige week. De multiculturele samenleving is mislukt, zegt zelfs Angela Merkel. En ik daag de minister dan ook uit om met wetenschappelijk bewijs te komen voor de stelling dat diversiteit zo goed is en diversiteit altijd beter is. Kom met dat wetenschappelijke bewijs. Nederland kan nog steeds een mooie samenleving zijn, maar dan moet er veel veranderen. En waar het gaat om het herstellen van de samenleving is er één belangrijke voorwaarde. We moeten de-islamiseren. Zolang de islam niet wordt gezien voor wat het is, zolang de rol van de islam als het vergif van onze samenleving niet wordt gezien en erkend, is elke maatregel bij voorbaat kansloos. De islam is de grootste kracht in onze samenleving aangaande het ondergraven van onze leidende cultuur, onze samenhang en onze wetten. Daarnaast moet de Afrikanisering worden gestopt en bovenal de aanval op onze eigen mensen moet stoppen. Want dat racistische bendegeweld waarmee we te maken hebben is eigenlijk de koffie van de maatschappij zoals die momenteel gezet wordt. En dat is een ernstige zaak. Dank u wel.